En ik kwam thuis met mijn gehoorapparaat. En ineens denk ik, wat hoor ik toch? Ik hoorde de vaatwasser piepen, dat die klaar was. Ik hoorde de wasmachine. Ik hoorde van alles. Deze keer in Eef zoekt vernieuwing het digitale zorgplatform EarHelp. Ja, en wat dat precies is, kan Toos mij heel goed uitleggen. Hoi Eva, de deur staat voor je open. Hoi Toos, Eva hier, dankjewel. Dit is Eef zoekt vernieuwing. Hallo, hallo. Hallo. Jij moet Toos zijn. Ja, ik ben Toos. Hoi, ik ben Eva. Ik ben Eva. Wat leuk, je was al aan het puzzelen, zie ik. Ja, ik kwam net terug van mijn vriendinnen. Wat ik denk, nou, ga even lekker zitten. Nou, ik kom er even bij zitten als je het goed vindt. Nou, heel gezellig. Kun je meehelpen? Ja, mag ik u of je zeggen? Ik heb het liefst dat je gewoon je zegt. Oké, dan ga ik mijn best doen, ja? Oké, verval soms een beetje in het u, weet ik. Hey, en Toos, als je dan zit te kletsen, hè, met jouw vriendinnen, of zoals wij dat nu natuurlijk doen, dan is het toch wel redelijk cruciaal natuurlijk om te kunnen horen wat iemand zegt. Ja. En dat horen, dat is voor jou geen vanzelfsprekendheid, klopt dat? Dat was geen vanzelfsprekendheid, nu dus wel, want nu heb ik dus een gehoorapparaat. Ja. En dus nu gaat dat een stuk beter. Gelukkig. Ja. Hoe was jouw gehoor dan voordat jij jouw gehoorapparaat kreeg? Nou, het was niet echt heel slecht, maar ik kon bepaalde mensen kon ik dus niet verstaan. Bijvoorbeeld mijn kleinkinderen, die spraken nogal binnensmonds. En dan kon ik dat niet verstaan. En zeker niet als er bijvoorbeeld een verjaardag was, dan was er zoveel lawaai, dan kon ik dat niet meer volgen. Hey, en op een gegeven moment, toen ging jij dus naar de audition om jouw gehoor te laten testen. Ja, toen bleek dus dat toch mijn gehoor aan de ene kant 40% minder was en aan de andere kant 60%. Dus dat is best wel pittig. Ja. En via de audition hoorde jij toen over EarHelp. Ja, toen zei hij, u hoeft niet meer naar de KNO-arts, want ze doen tegenwoordig een telefonisch consult. Dus u hoeft daar fysiek niet meer naartoe? Nee, dus dat scheelt heel veel wachttijd. Ja. Hoeft ook niet meer eerst weer naar die huisarts voor een verwijsbrief. Ja. Dus dat ging allemaal heel soepel. Hij zei dat op maandag en op vrijdag werd ik al gebeld, alles afgewerkt. En toen werd u gebeld door die KNO-arts? Ja, ik vroeg aan hem waar hij de gegevens van mij had. Die had hij gekregen van de audition. Het was allemaal goed in orde. Ik kon dus gerust een gehoorapparaat nemen. En ik kwam thuis met mijn gehoorapparaat en ineens denk ik, wat hoor ik toch? Ik hoorde de vaatwasser piepen, dat die klaar was. Ik hoorde de wasmachine. Ik hoorde van alles. Voordat jij bij jouw audition kwam, had jij al eerder van EarHelp gehoord? Nee, daar had ik nooit van gehoord. Wat zijn de voordelen van EarHelp? De voordelen van EarHelp zijn dat je niet naar het ziekenhuis hoeft, wat dus kostenbesparend is. En voor heel veel mensen is het ook moeilijk, zeker van onze leeftijd, om naar het ziekenhuis te moeten. Ja, dat klopt. Enzovoort. Ja. Dus het is heel fijn als dat zo kan. Ja, mensen zijn misschien wat minder mobiel inderdaad. Ja, en ook de wachttijden tegenwoordig, die zijn schrikbarend lang. En dat hoeft dan ook niet. En hoe belangrijk is het om mee te kunnen doen? Het is heel belangrijk, zeker op deze leeftijd. Het is iedereen aan te raden. Ja? Ja. En als je dan kijkt naar het moment voor en na jouw hoorapparaat, wat zijn dan de grote verschillen? Nou, het enige is dus dat je niet meer heel erg je best hoeft te doen om iemand te volgen. Ja. Ik heb bijvoorbeeld een mevrouw die hiernaast woont en die kon ik echt niet goed volgen. Dus dat was dus dan heel vervelend. En dan moest ik elke keer vragen, wil je het even herhalen of wil je het nog een keer zeggen? En of je deed maar net alsof je het hoorde en dan gaf je maar een antwoord. Oh ja. Soms sloeg er nergens op, denk ik. Maar dat weet je dus niet. Dan zei zij van, mag ik morgenavond komen eten? En dan zei jij, ja. En dan stond ze ineens voor de deur. Nee. Terugkijkend op het hele proces en met EarHelp en het gehoor wat je weer terug hebt. Wat heeft het betekend voor jou? Geweldig. Meer kan ik er niet over zeggen. Nou, het mogen duidelijk zijn. Ja. Wie gaat het laatste stukje inleggen? Dat mag jij zeggen. Mag ik het doen? Ja, jij mag het doen. Ja? Ja, super. Hoppa. Dat is hem. Mooie puzzel, hè? Hij is wel mooi geworden, vind ik ook. Hang je hem dan ook nog op of wat doe je ermee? Nee. Hij gaat weer in de doos. Oh, hij gaat en dan gaat hij weer naar de vriendinnen. Oh, hij gaat naar de vriendinnen. Oh, kijk. We hebben een ruilcircuit. Dat is heel slim. Ja. Toos, ik vond het heel erg fijn dat ik met jou mocht komen puzzelen en kletsen natuurlijk. En dat jij jouw verhaal met ons wilde delen. Dus dank daarvoor. Ik vond het heel gezellig. Dag. Ben je benieuwd naar meer zorgvernieuwingen? Kijk dan de volgende keer naar Eef zoekt vernieuwing. Doeg!